Hallo allemaal, we zitten klaar voor hoofdstuk 3, het perspectief van de media. In onze cursus zijn we aanbeland op pagina 71 en volgende. En helemaal aan het begin kan je dus zien welke doelstellingen, welke vragen je zou kunnen moeten beantwoorden na het doornemen van deze les. Daar gaan we. Enerzijds wordt er in de media een onderscheid gemaakt tussen beeldvorming in en beeldvorming door de media. Heel vaak moeten makers van mediaproducten keuzes maken, moeten ze zorgen dat de boodschap overkomt bij de mensen en proberen ze dat te doen op verschillende manieren. Zoals je kan lezen, zie je dat bijvoorbeeld sociale media ervoor zorgen dat bepaalde berichten in de kijker komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het journaal. Gedurende de dag geven verschillende nieuwssites en ook deze van de VRT bijvoorbeeld breaking news, waardoor je dus heel kort op de hoogte wordt gebracht van iets wat veranderd is. Ook krijgen wij per dag talloze reclameboodschappen, pop-ups, folders, films, filmpjes en zo verder. Nu, die makers die moeten zorgen dat hun boodschap zo goed mogelijk overkomt. En zij zullen dat proberen door te doen enerzijds beeldvorming in de media. Zij gaan op die manier de realiteit op een bepaalde manier naar voren brengen. Bijvoorbeeld als wij in een tijdschrift luxewagens zien, dan gaan we meestal zien dat dat voor mannen bedoeld is. Als we iemand zien die aan het poetsen of aan het wassen is, dan zien we vaak dat dat geassocieerd wordt met vrouwen. Dus dat is allemaal beeldvorming in de media. Iemand die heel elegant gekleed is, een man die zijn sixpack toont, denk ik maar aan reclame van Calvin Klein bijvoorbeeld, dan is dat allemaal beeldvorming in de media. Ons beeld over de mannen of de vrouwen wordt hierdoor bevestigd. Een tweede is beeldvorming door de media. En vaak vormen wij ons een beeld van wat de media ons voorschotelen. Bijvoorbeeld, veel kijken naar detective- of politieseries kan ervoor zorgen dat je het risico om een slachtoffer te worden van een misdaad veel hoger inschat. Ook kijken naar veel thrillers kan ervoor zorgen dat je schrik hebt om 's nachts alleen naar buiten te gaan. En zo verder. We maken daarbij de oefeningen op pagina 73, opdracht 1. Waar je eens kan zien wat nu precies beeldvorming in of door de media is. Als we gaan kijken, zien we ook op pagina 74 opdracht 2, waarbij we dus een loper, een deelnemer aan de 10 miles in Antwerpen van allochtone afkomst, waarbij we dus merken dat die man opgepakt is, zelfs even gevangen gezeten heeft, alleen al door het feit dat hij dus geassocieerd werd met een terrorist naar aanleiding van de aanslagen van maart 2016. Dus je ziet, dit heeft ook te maken met beeldvorming door de media. Door veel zulke mensen af te beelden gaan ze er om een duur overtuigd van zijn dat dat sowieso slecht zijn. En dan komen we op pagina 75 bij stereotypen en contrastereotypen. Een stereotype is het toeschrijven van een al dan niet correcte karakteristieke kenmerk aan mensen en groepen. Bijvoorbeeld, Nederlanders zijn voor ons sowieso gierig, bijvoorbeeld. Of zijn kaaseters. Fransen eten stokbrood. Blondjes, dat zijn meestal domme mensen. Zijn allemaal stereotypes die wij van mensen gaan bedenken. Nu, soms hebben we ook een vooroordeel ten opzichte van iemand. Dus een attitude ten opzichte van bepaalde mensen. Dus vooroordelen, vaak hebben oudere mensen vooroordelen tegen mensen van allochtone oorsprong. Dat kan volledig foutief denkbeeld en gevoelens zijn. Dat kan zijn dat dat door de media er zo doorgedrukt is. Dat is heel moeilijk om dat beeld te verwijderen, tenzij zij bijvoorbeeld contact zouden hebben met iemand van die cultuur en het omgekeerde vaststellen. Nu, sinds kort doet de media ook vaak aan contrastereotypering. Contrastereotypering geeft bijvoorbeeld een affiche waar je een werf ziet met een kraan en graafmachines. En dan is er een vrouw die eigenlijk als ingenieur met een walkie-talkie de werf opvolgt. Dat is dus contraststereotypering.
Welke voordelen geven nu stereotypen en contrastereotypen voor de media? Op deze manier kunnen ze eigenlijk zorgen dat de ontvanger snel een boodschap begrijpt. Als jij bijvoorbeeld iets ziet over een man met een baard, dan ga je onmiddellijk weten, ah ja, dat is reclame voor iets voor typisch mannen of dat is iets van allochtonen en zo verder. Nu, reclamemakers gebruiken heel veel stereotypering. En in uw cursuspagina 76, opdracht 4, hebben we bij het Archief voor Media gekeken naar een filmpje over handboeken. En heel vaak gaat men in handboeken proberen die stereotypen nu wel weg te werken, maar ze zijn er wel. Vaak zien we een mama aan de kookpot, terwijl men nu dan probeert bijvoorbeeld de papa aan de kookpot te plaatsen. Op pagina 77 bij opdracht 5 en opdracht 6 en 7 volgen daar ook nog wat praktische oefeningen over. Het volgende item is iets helemaal anders. Elke dag wordt er heel veel nieuws verspreid. Maar wie maakt nu de keuze wat er effectief wel op de radio en televisie komt en wat in minder kleine berichtjes verschijnt? Nu, men hanteert daarvoor een aantal selectiecriteria. En die selectiecriteria bepalen of een gebeurtenis al dan niet in de schijnwerper wordt geplaatst. Hoe meer selectiecriteria een bericht heeft, hoe groter de kans dat het op de voorpagina komt. En welke selectiecriteria hebben we ondertussen? Het eerste is, nieuws moet actueel zijn. Je moet vandaag geen bericht meer publiceren over Joe Biden die de Amerikaanse verkiezingen gewonnen heeft, want dat is al een week oud en de meeste mensen zijn er al van op de hoogte. Ten tweede, nieuws moet opvallend en uitzonderlijk zijn. Wat was bijvoorbeeld deze week opvallend en uitzonderlijk? Het feit dat Pfizer het eerste coronavaccin gevonden heeft. Dat is echt opvallend. Men vindt niet elke dag een vaccin tegen corona uit. Moet ook gevolgen hebben voor een grote groep. Bijvoorbeeld de aankondiging van de verlengde herfstvakantie en het feit dat onderwijs in code oranje gaat, ging voor een grote groep mensen op. Dus zowel de leerlingen zelf als de ouders die weten dat hun kinderen op dat moment opvang nodig hebben. Als iets dicht bij huis gebeurt, heeft het ook meer kans. Bijvoorbeeld iets dat in België gebeurt, heeft veel meer kans om te verschijnen dan iets dat in Indonesië plaatsvindt. Ik heb hier staan bijvoorbeeld de moord in het atelier in Zelzaten. Ergens een betoging in Zelzaten zal ook meer kans hebben om in het nieuws te komen, omdat dat eigenlijk iets is dat uitzonderlijk gebeurt en dat dan bij ons gebeurt. Betrokkenheid, als we zien bijvoorbeeld dat er ergens een aanslag plaatsvindt, is de kans groot dat dat niet bij ons in het nieuws komt. Maar als bijvoorbeeld bij de eerstkomende tyfoon 15 Belgen omkomen, dan komt dit wel op het nieuws. Dan betrokkenheid, ja, dat is dus als Belgen erbij betrokken zijn. Identificatie, zorgt er dus bijvoorbeeld, ik zag deze week een bericht van een jonge mama van 40 die terminaal is aan kanker en dit op haar blog meegedeeld heeft en meedeelt van ik zal mijn kinderen nooit zien opgroeien. Dit zijn identificatie. Het zou kunnen dat je die berichten ook sneller gaat lezen, omdat je zelf ook rond de 40 bent, iemand kent die kanker heeft en denkt van het kan mij ook overkomen. Dan hebben we ook nog elite personen, elite landen. Als er iets gebeurt met Britney Spears, met Kim Kardashian, dan komt dat ook bijna altijd in het nieuws, omdat de mensen willen weten wat daar gebeurt. Continuïteit, momenteel bijvoorbeeld. Elke dag geeft men nog de coronacijfers, is continuïteit. Mensen willen er graag van op de hoogte gehouden worden. Ook vaak negatief nieuws, dat werkt ook altijd. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, stel dat er plots een leerkracht vermoord is, teruggevonden. Of dat een vrouw vermoord is door een persoon die haar al maanden stalkte. Dan is dat negatief nieuws en dan zal dat ook grotere kans hebben om te gaan gepubliceerd worden. En dan een laatste is human interest. Dat zijn gezinsdrama's, getuigenissen van slachtoffers. Ik denk bijvoorbeeld aan degene die 2 weken geleden in Frankrijk een Franse leraar de keel overgesneden heeft als
bijvoorbeeld voor IS, dan heeft men in de krant getuigenissen geplaatst van die vader, die moeder, die zeiden dat dat toch geen slechte jongen was, enzovoort enzoverder. En dan kwamen er ook heel veel getuigenissen van die Franse leraar en mensen die dus hun idee zeiden over het feit dat iemand neergestoken wordt om het tonen van cartoons. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van selectiecriteria. En aan hoe meer het voldoet, hoe groter de kans op publicatie. Nu, wat zijn nog bijkomende factoren? Als er een ernstig ongeval gebeurd is en je hebt daar een foto van, is de kans ook groter dat dat op nieuws verschijnt. Nieuws moet ook rendabel zijn. Vaak kunnen mensen nu berichten en foto's doorsturen en kan de redactie die opnemen. Soms zal een bericht niet gepubliceerd worden omdat men al de kosten moet doen van een journalist te sturen en dan gaat men dat ook niet doen. Er moet ook veel variatie zitten in nieuwsitems. Men kan geen 4 moorden in 1 nieuwsuitzending steken. Dus er moet van elk soort nieuws wat zijn. Je moet ook rekening houden met de doelgroep. Bijvoorbeeld als het op sociale media is, dan zal een filmpje dat jongeren aanspreekt veel meer gepubliceerd worden dan bijvoorbeeld een activiteit voor senioren. En het medium zelf speelt ook een rol. In een krant zal men vaak een artikel van een bladzijde afdrukken, terwijl dat op Twitter bijvoorbeeld enkel wat regels kunnen zijn om iemand op de hoogte te brengen. Op pagina 81 hebben we daar opdracht 8 en 9, die je dus kan maken en waar je ook op een toets zo soortgelijke oefeningen van kan verwachten. Nu, wie beslist er nu wel of nieuws wel of niet gepubliceerd wordt? We hebben net gezien aan welke criteria het moet voldoen. Maar er zijn dus ook een aantal mensen bij het proces van het maken van een krant betrokken, die dus bekijken of nieuws al dan niet in de krant komt. En ten eerste zal dat een journalist zijn, iemand die dus nieuwsfeiten zoekt en ze verwerkt en die dan doorspeelt naar de redactie. Op de redactie zal het dan een redacteur zijn, die gaat kijken aan zijn bureau welke artikels wel of niet in de krant komen. Er zit daar nog een zekere hiërarchie in, want boven de redacteur staat een hoofdredacteur die de eindverantwoordelijkheid heeft en die dus kijkt wat er uiteindelijk inkomt. Dus stel dat er bijvoorbeeld om 6 uur een bekend persoon sterft, dan zou het kunnen dat de voorpagina er plots helemaal anders uit gaat zien. Dan hebben we ook nog reporters of verslaggevers, komen vaak in nieuws aanbod. Bijvoorbeeld vorige week was Romina van Kamp diegene die vanuit de Verenigde Staten voor de VRT het nieuws versloeg. En dan een correspondent is vaak een journalist die verslag doet uit het buitenland. Dus mijn voorbeeld van Romina van Kamp is eerder een correspondent. Een verslaggever, dat is bijvoorbeeld iemand die aan de Wetstraat in Brussel verslag uitbracht of er nu al dan niet een nieuwe premier was. Nieuws wordt ook gefilterd, dus reporters en correspondenten gaan filteren. En anderzijds heb je ook nog persagentschappen en nieuwsagentschappen. Er zijn een aantal persagentschappen, Reuters bijvoorbeeld, Agence France-Presse, Belga is het Belgische persagentschap, Associated Press is dat van de Verenigde Staten. En wat doen die? Dat is een soort computer waarop allerlei nieuwsberichten verzameld worden. En journalisten kunnen daar een nieuwsbericht afnemen om in een krant te publiceren, maar dan moeten ze daar wel voor betalen. En je ziet telkens bij een foto of bij een artikel dat men in de krant gaat publiceren, dat van een persagentschap komt, gaat de naam van het persagentschap vermeld zijn. Nu, de redactie kan ook nog een selectie maken en uiteindelijk de ontvanger zelf. Er staan heel veel berichten in een krant, er is heel veel nieuws in een nieuwsitem op televisie en jij zelf als ontvanger selecteert waar je wel en niet naar wil kijken. Het enige waar we ons degelijk van bewust moeten zijn, is dat elke selectie die we maken subjectief is. En eens we dat goed weten, kunnen we daar uiteraard ook in ons achterhoofd rekening mee houden. Opdracht 10 en 11 kan je hier aansluitend bij maken.
En dan hebben we nog een derde onderdeel, manipulatie. Wij verwachten dat elk nieuws dat we krijgen objectief is. Dat betekent dat dat eerlijk wordt weergegeven, geen gevoelens of emoties of vooroordelen die erbij zitten. Nu, heel vaak doen journalisten de waarheid onrecht aan, verdraaien ze dat wat en spreekt men van manipulatie. Officieel mag dat niet. Er is in België een raad voor journalistiek die dus journalisten op het matje mag roepen en die dus kan zeggen van dit artikel heb je gemanipuleerd, heb je het effect bijvoorbeeld een beetje bespeeld en dit kan niet. En dan moet een journalist dat ook rechtzetten. Nu, het voorbeeld in uw boek gaat over opdracht 12, pagina 89, Robin Rijmakers. Een journalist die in Haiti was, ten gevolge van een aardbeving en hongersnood. En Artsen zonder Grenzen was daar ook met kampen actief en hulp actief. En Robin Rijmakers wil daar op zeker moment verslag uitbrengen. Maar inwoners van het dorp waren met stenen de mensen van Artsen zonder Grenzen aan het bekogelen. Dat ze eigenlijk niet wilden dat daar een voorlopig noodhospitaal werd opgericht. En op het moment dat Robin Rijmakers zijn verhaal doet, komt er ook een steen zijn kant uit. En wat hebben de montagemakers gedaan? Ze hebben voor het geluid van die steen een pistoolschot gemonteerd. En zo leek het alsof van op de plaats waar hij stond, dat hij beschoten werd. Achteraf heeft hij daar dus heel veel kritiek om gekregen. Lees ook het artikel en zie in welke omstandigheden hij dat gemaakt heeft en of jij vindt dat dat verantwoord kan worden of dat zo'n journalist zijn job moet verliezen of geschorst moet worden. En dan manipulatie in beelden. Vaak zijn we ons niet van bewust, maar de manier hoe een foto genomen is en de filters die men daarbij gebruikt, maken ook dat wij bepaalde beelden anders binnenkrijgen. Bijvoorbeeld zelf heb je misschien al met Photoshop een puistje weggewerkt op een foto of je iets smaller gemaakt dan je in werkelijkheid was, om jouw beeld beter te doen overkomen. Nu, men doet dat ook continu in de media. Bijvoorbeeld past men geringe ensenering toe. Is een manier om te gaan filmen vanuit een bepaald standpunt. Je ziet daar in uw boek op pagina 91 twee foto's. De linkse is genomen vanuit Kickforce perspectief, de rechtse vanuit een totaalbeeld. Het gaat over hetzelfde, maar het linkse komt veel bedreigender over. Door die tank zeer groot te gaan voorstellen, krijgt dat een nog groter bedreigender effect. Het tweede is dan de verregaande ensenering. Enerzijds links de winkelstraat die heel druk is, rechts een lege winkelstraat. Nu, dat was gewoon een foto genomen op een doordeweekse dag. Maar door die twee naast elkaar te gaan zetten, krijg je ook natuurlijk een ander beeld. Het is precies of de lockdown is zeer, zeer sterk. Nu, verregaande ensenering is vaak ook dingen die bewust in scène worden gezet. Misschien herinner je je nog dat tweejarig jongetje, Aylan, dat aangespoeld is op onze kust. Je ziet op pagina 92 de foto. Wel, dat jongetje was aangespoeld tussen de rotsen en men heeft dat verlegd op het strand om zo die foto nog meer kracht bij te zetten. En dan uiteindelijk hebben we onder bijvoorbeeld Stalin manipulatie door beelden gehad, waar je links een foto krijgt waar er individuen naast Stalin staan. Rechts krijg je diezelfde foto gemanipuleerd, namelijk wie uit de gunst van Stalin gevallen was, werd gewoon verwijderd. Ik heb jullie daar opdracht 13 thuisgegeven. Opdracht 14, 15 kan je zelf maken. Er is dus bijvoorbeeld ook manipulatie in woorden. En dan een laatste techniek is de propagandatechniek. Er zijn verschillende manieren om propaganda te maken, om je posters kracht bij te zetten. En een eerste manier is bijvoorbeeld algemeenheden. Je gebruikt algemeen aanvaarde waarden of normen of vooroordelingen en je gaat die gebruiken. Bijvoorbeeld affiches van het Vlaams Belang, waarin zoiets staat als eigen volk eerst. Dat is een algemeenheden, of je gaat een woordje zeggen, hoop of respect, en dan heb je op die manier algemeenheden gebruikt.
Een tweede zaak is overdraging en symbolen. Soms krijg je bepaalde symbolen door als je een ideologie steunt. Bijvoorbeeld een affiche met het nazi-kruis, de swastika van Hitler op, is duidelijk een symbool dat wordt doorgegeven. Ook gewoontes van bepaalde bevolkingsgroepen, een vlag, een soort christelijk kruis bijvoorbeeld, een hoofddoek, zijn allemaal overdraging en symbolen. Dan groepsgevoel, vaak zo van hey you there, namelijk mensen zijn er soms vlugger toe geneigd iets te geloven als zij bijvoorbeeld de enige zijn die nog niet deel zouden nemen. Door boodschappen te herhalen, het Vlaams Belang spreekt daarop in, continu berichten als eigen volk eerst of met een bezem kuisen buiten, doordat veel te gaan herhalen, krijg je op die manier ook het gevoel dat dat werkt. Zwart-wit voorstelling, altijd jullie zijn de goeie, de anderen zijn de slechte, heeft niet noodzakelijk met huidskleur te maken, heeft gewoon te maken met iemand die een andere mening heeft. Dus de tegenpartij is meestal de vijand. Angst, bijvoorbeeld van demonen voorstellen, iets als een rood spook, als een angstbeeld voorstellen, om op die manier de boodschap er nog wat meer in te peperen. Dan uiteindelijk ook de gewone mens. Bijvoorbeeld de gewone ordinair soldaat nemen, een gewone vrouw, een gewone arbeider, om zo die persoon ook wat te gaan stimuleren. En dan uiteindelijk eufemisme. Je gebruikt verbloemende taal, stelt het allemaal veel mooier voor dan het in werkelijkheid is, om op die manier mensen te gaan overtuigen. We hebben daar opdracht 16 bij gemaakt en ook opdracht 17, waar we inderdaad een filmpje van IS bekeken hebben om te zien hoe zij mensen proberen manipuleren. Tot zover dit hoofdstuk. Veel succes!